Ja, één. Ah, dat voelt wel gek aan. Hallo. Ja. We gaan nu filmen. Hallo. Oh, jeetje. Wil je even terugkomen? Nee, want dit is natuurlijk bijzonder. Hè? Want ik zag dat je daar ook, kijk, hele moderne schaatsen hebt. We noemden ze vroeger hockeyschaatsen, geloof ik, hè? Zo'n beetje. En nou ineens heb je deze antieke dingen aangedaan. Ja? Waarom? Alleen, vertel. Ik heb net alleen op de Noor geschaatst. Dus ik heb niet op die ijshockey. Je hebt op die Noor al geschaatst? Ja, die ijshockey schaatsen, die pas ik niet. Nee. Dat heb ik vroeger wel gedaan. Ja. Maar waarom ga je nou op die houten... zijn het klompjes of het doorlopers? Zijn, hoe noemen doorlopers zijn het, ja. Doorlopers. En hoe kom je daaraan? Die heb ik net geleend. Het zijn lekker warme schoenen. Heb je die van de ijsclub geleend? Nee, ik heb niet van de ijsclub geleend. Van wie dan? Van mijn schoonouders. Ja. Die je schoonouders, die dachten ik moet van hem af, geef hem die houten dingen mij. Ja. Nee, maar je weet dat de ijsclub ook, die heeft een lening gekregen. Okay, hè, met, die hebben er een heleboel. Ja, een hele doos met houten schaatsen. Nou, dan moeten jullie zo nog even proberen. Maar, ja, zij moeten het ook proberen. Het is wel heel grappig, want je staat heel leuk. Handig op je... Ja, je maar hoe sta, mag ik even vragen, hoe sta je er anders op dan? Je staat gewoon... Het is veel stabieler omdat het zo laag is. Omdat het laag is, ja natuurlijk. Die dingen die zijn hoger, die andere. En dat zoekt helemaal niet. Ja. Maar dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer op deze dag. En wij zijn nu toeschouwers hoe het afloopt. Ja, dat is goed. Dan ga ik even proberen een stukje te komen. Oké. Okay. Nou. Nou, de eerste schreden gaan goed. Nou. Helemaal niet gek. Nou, eens kijken of hij de ronde haalt en terugkomt dan, hè? Ja. Anders moeten we het Rode Kruis waarschuwen. Ook ben hem nou kwijt uit beeld, ja. Nou, kom maar terug. Krijgen we de eerste ervaringen. Ja. Nou, de ervaringen, ja? Het eerste rapport. Ik raak me meteen raak ik het ijs. Dus dat is, maar dat zal aan mijn techniek liggen. Met je tenen raak je het ijs? Ja, ja, maar wat heb je dan ook voor schoenen aan? Ik heb gewoon mijn dagelijkse schoenen je aan. Je atletiek schoenen of je dagelijkse schoenen? Zeg wat, je sneakers of ja. Ja, nee, maar dat moet steviger schoenen zijn volgens mij. Dat denk ik dan raak je tenen het ijs. Maar je komt op zich wel... Maar het is een andere ervaring, hè? Het is toch? Wel anders, ja. Het is leuk. Dan deze, dan echt deze schoenen, ja. Deze schaatsen. Maar jij hebt ook heel, als ik even mag vragen, ook vrij oude schaatsen, hè? Ja. Of de veters zijn oud, dat weet ik ook niet. Maar nou, die schaatsen die zijn... Vertel het verhaal van de schaatsen. Ja? Waar zijn ze vandaan? Die heb ik 35 jaar geleden van mijn zus gekregen. Toen ze de Elfstedentocht heeft gereden. Ja, dus die heb je van je zus gekregen? Ja, ja. En was je zus ook ook een goede schaatser? Ze was een goede schaatser. Was een goede schaatser? Ik niet, ik ben... Maar waarom gaf je zus de schaatsen aan jou? Dat wil ik wel weten. Omdat hij een nieuwe schaatser kocht. Ja? Ik schaats op die houten van net. Ja. Dus dan krijg ik mee. Dus al 35 jaar, tenminste als er ijs is, dan schaats jij op de schaatsen van je zus. Ja. Wat een mooi verhaal zeg. Ja. Dus je hebt geen echte mannen schaatsen of vrouwen schaatsen dan eigenlijk? Volgens mij niet, nee. Met die doorlopers bedoel ik? Nee, met die doorlopers ook niet. Oké, okay. Woon je in Ruurlo of? Ja. Ja, ja. En je zus, woonde die of woont die ook in Ruurlo? Nou, nee, maar ik kom oorspronkelijk niet uit Ruurlo. Nee. Nee. Ik kom uit Zalland. Uit Zalland? Ja, dat is nog erger. Dan, ja. Hey, maar je vindt het toch wel leuk om die hier te schaatsen op deze schaatsen van je zus. Tenminste, lijkt mij, hè? Ja, dat is toch ook een mooie herinnering, hè? Ja. Nou, oké. Okay. Vind je de schaatsbaan goed? Het is alles, ja? Ja, heel mooi. Ja. Oh. Het is
Het is het eerste jaar dat hij echt volop in bedrijf is. Ja. Vorig jaar is hij een halve dag open geweest, geloof ik. Ja, nou in ieder geval een korte tijd, dat herinner ik me nog wel. Ja. Mooie baan, prima is. Mooi. Ja. Oké. Maar ik, volgens mij ben je jaloers om het ook weer eens op die klomp te gaan doen, toch? Of niet? Ja, maar dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Oké. Nou, bedankt. Bedankt.